Ik ben het toch rustig gezet? Ik denk dat het beter is als ik het van je overneem, Cindy. Het is tijd voor wraak. Ava, bitch. You stand alone, stare out the window like a picture in a frame. Meisje, het is hier nogal druk, zoals je ziet. Bel je zomaar? Ja, gaat u goed? Nou, rijdt hij net voor mijn neus weg. Oh, die taxi's hier ook. Daar ben ik weer. Nog goede cijfers gehaald? Ja, op zich. Maar... Niet de hoogste? Nou goed, dat kan een keer gebeuren, maar de volgende keer versla je ze allemaal. Luister, om je vijand te kennen, moet je je vijand zijn. Ja? Ja. Natuurlijk. Hé! Hey! Hé! Hey! Ik moet hangen, schat. Die taxi is mijn. Yes, no. That cab is mine. Ja, pak ze, liefje. Jij bent beter dan wie dan ook, hè? Ciao, Bella. Doei, pap. Om je vijand te kennen, moet je hem zijn. Oké. Okay. Gaan we doen. Ik ga de Flygirls eens wat laten zien. Gezet. Dit is toch niet te geloven? Ja! Wat? Dat kan niet. Jawel. Ik vraag aan de groep waarom. Ik lig er ook uit. Maar misschien is het wel een teken. En moeten we het als een kans zien en juist iets heel anders gaan doen? Nooit. Nee, dat is toegeven. Met z'n tweeën kan ook heel leuk zijn. Miauw. Wat is er aan de hand? Is dit een staatsgreep van Avalon die probeert te spammen met pixel shit en zo probeert de macht te grijpen? Hoi. Hoi. Ja, misschien valt het mee. Lucas zegt nog hoi. Hé, hey, maar over sukkels gesproken. Ik zie iets positiefs in. Zolang jij niet in de sukkelrating staat, is er eigenlijk niks aan de hand. Ik sta er niet tussen. Nee. Ik sta er niet tussen. Nou, jongens, het is rap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 
ben een boer met een bootje en met een groot probleem. Want mijn bezittingen moeten naar de overkant. Hè? Mijn kool, mijn wolf, auw! En mijn schaap. Dan weet ik ook nog wel een schaap. Meh. Ik hoor het verschil niet tussen een schaap en een jankende kat. Miauw. Meh. Miauw. Hou even op, ja? Hé, hey, jongens. Mijn dieren moeten naar de overkant. Ja, wat is er aan de hand? Ik doe niks. Nou? Ja, sorry, meneer. We zijn geïnspireerd geraakt door de stem van Cindy. Crying sick cat Cindy. Oh, wacht eventjes. Dit is toch geen pesten, hè? Jullie weten dat pesten niet oké is. Misschien vinden wij het ook wel helemaal niet leuk. Waarom gaat het altijd om haar? Jij moet altijd in de spotlight staan. Yes! Ik heb het hoogste cijfer van de klas. En jippie, ik heb een team voor mijn practicum. Goeie. Lekker bezig, meiden. Hey, jongens, een beetje rustig. Ook daar achterin. Meneer, je snapt het toch wel? Als je de aandacht wil, moet je ook een beetje tegen kritiek kunnen. Ja, toch? Ze vragen het toch zelf om? Precies. En moet je maar beter kunnen zingen, ja, toch? Goed. Waar waren we gebleven? Ja. Ik herhaal nog een keer. Mijn kool, mijn wolf en mijn schaap. Eventjes geen gekke bijgeluiden meer. Oké? Okay? Wat is er? Cindy, wat is er? Ik sta aan een suco-rating. 6, 7, 8. Hè? Andere kant. Goed zo. Yes.
Yes. Wat ben je aan het doen? Oh, jullie zijn er toch. Hadden we absoluut niet verwacht. Ja, je kan hem uit de groepsapp zetten. Maar Flygas is van mij. Jullie zijn van mij. Of was je dat vergeten? Cindy heeft wel een beetje gelijk, Ava. Ja, en dat is toch precies wat ik wil oplossen, of niet? Wat dan? Zeg dan. Ja. Je bent wel een beetje heel erg radioactief, hè, met al die filmpjes. Dat kost de Flygirls gewoon credits. Dus? Dus? Ik denk dat het beter is als ik het van je overneem, Cindy. En de groep vindt dat ook, toch? Nee, ja. Hoezo de groep vindt dat ook? Het is gewoon hartstikke jammer dat je de hint niet hebt. Is dit nou nodig? Kunnen we niet iets verzinnen waar we allemaal blij mee zijn? Hé, wij hebben allemaal meer danstalent dan jij. Misschien moet je iets doen waar je echt goed in bent. Zoals een lekker dik boek lezen of zo. Gnoopje. Kom. Het is het niet waard. Nou, je hebt het hartstikke moedig gespeeld, Cindy. Je was er bijna. Nee, ik denk niet even gaan zitten. Nee, nee, juist niet. Nee. We gaan het gewoon met z'n tweeën doen, ja? De hele show van de Crown Open. Musical, hip-hop. Denk in Hamilton en dan jammer dan op school. En Wicked en dan maken we er beats bij. En we doen... Cindy, gaat het wel? Nee. Zeker dat je hier niets tegen in te brengen hebt, Cindy? Ik kon er niet meer van maken. Gefeliciteerd, hè? Wat? Dit is een eenhoorging 10. Ik heb toch niet over je domme proefwerk? Je bent super famous aan het worden. Mad famous, live famous, Hollywood famous gewoon. Dat is toch een hele eer om op de sukkel rating te staan. Vind je het grappig? Dat is mij nog niet gelukt, hoor. Oh, crazy. Even een buiging voor u, hoor. Maar even, sorry, even een klein applausje. Kan je me dat ook leren? Misschien lukt het mij dan ook als ik zo struikel, zo. Als je maar niet denkt dat het leuk is of zo. Nou, dat moet je toch niet serieus nemen, zo'n account is allemaal onzin. Ja, makkelijk praten voor iemand die populair is. Als je geen loser bent, dan weet je ook niet hoe dat voelt. Oké, ja, sorry dan. Ja, ik ben ook helemaal geen loser. Dat zeg dat ik ook niet. Eigenlijk is het account zelf hier de grootste sukkel. Ja. Maar wel degene met de meeste volgers. Hij heeft meer volgers dan Benji zelf. Misschien moet je met de conrector gaan praten. Dit moet toch niet kunnen op school? Conrector? Nee. Zal ik een glaasje water voor je halen? Wil je dat? Hier.
Maya Angelou zei dit. Je zal veel tegenslagen tegenkomen in het leven, maar laat je nooit verslaan. Avalon mag niet winnen. Ze kan niet gewonnen hebben. Ze is alleen een tegenslag. Het is tijd voor wraak. Ik zou mezelf niet zijn als dat niet de beste wraak ooit wordt. Ja. Jeetje. Het is mama wat. Hey. Maar wat precies? Kun je dat nog een klein beetje beter vertellen? Dat is het probleem. Ja, ja. Overtuigend genoeg zo? Oh, oh, nee. Tissues zijn op. Als jij nou hier blijft huilen, dan ga ik even nieuw halen. Oké. Okay. Ja. Als ik niet met Avalon een Summer Fiesta kan winnen, dan maar tegen. Alleen zij speelt vals, dat hebben jullie kunnen zien met dat filmpje. Dus zit er niets anders op dan me een tikkeltje naar haar niveau te verlagen. Heffes! Abort! Abort! Wat? Abort, abort mission! Corrector Scheid komt eraan. Ik moet plassen. Auw! Maak daar hiermee kapot. Hallo, zij begon. Is het niet een super vet idee om... Zij? Bij de flexe gasten. Hey, yo. Ik sta hier te staan. Kan je dan ook helemaal niks?